Die man komt echt vol met 200 km per uur aanrijden en gooit zo een bierflesje tegen ons raam aan. Ik moet jullie wel eerlijk vertellen dat door dit ik eigenlijk best wel bang ben geworden om 's avonds te rijden. En het ergste is gewoon, als dat bierflesje tegen onze voorruit aan was gekomen, was er 100% een ongeluk gebeurd. Op het moment dat het gebeurde was er echt overal glas in de auto. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie weer een nieuwe storytime, want die kreeg ik heel veel vraag naar. En nu is er afgelopen zomer iets gebeurd wat ik al wel kort heb laten terugkomen in mijn vlog. En op mijn Instagram story, maar ik heb er nooit echt een uitgebreide storytime over gemaakt. Dus ik dacht, ik maak daar vandaag gewoon een storytime over. Het is namelijk zo dat wij op de terugweg van onze vakantie uit Zuid-Frankrijk bijna een auto-ongeluk hadden gekregen doordat we ruzie kregen met een Franse bestuurder. En ons hele raam werd ingegooid. Hoe dit verder allemaal zit, wat er gebeurd is, hoe het uiteindelijk afgelopen is, ga ik jullie vandaag allemaal vertellen. Heb je nou zin in deze storytime, doe dan even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan hier beneden even. En dan wil ik je vast heel veel plezier wensen met het kijken van deze video. Dus let's get started! We gaan even helemaal bij het begin beginnen. Het was dus zo dat wij 3 weken op vakantie waren geweest naar Saint-Tropez. En dit is een plaatsje in Zuid-Frankrijk. En het is aan de Côte d'Azur, dus aan het zee en met strand en zo. Dus echt super lekker. Na 3 heerlijke weken vakantie gingen wij dus op de terugweg naar huis. Weer met de auto van Zuid-Frankrijk terug naar Nederland. En normaal gesproken gaan we altijd op vakantie met onze personenauto. En dat is dus gewoon een normale auto. En dit jaar gingen we op vakantie met onze Volkswagen bus. Dus dat is gewoon zo'n transportbusje. De reden dat we dit jaar met de bus op vakantie gingen was eigenlijk voornamelijk omdat je daar echt heel veel ruimte hebt in de kofferbak. Dus als we naar het strand gingen op vakantie konden we zo alle luchtbedden alles erin doen. En voorgaande jaren was het en al heel gedoe met inpakken met de bagage als we wegreden vanuit Nederland. Omdat we echt alles precies, het moest allemaal net passen. En die tas moest precies daartussen, dat moest precies daartussen. En dat hadden we dit jaar gewoon niet, dus dat was echt veel chiller. We gingen dus met de bus op vakantie en allemaal super chill, lekker veel ruimte. Niks te klagen. En er 3 heerlijke weken gingen wij dus met de auto weer terug vanuit Zuid-Frankrijk naar Nederland. Wij vertrokken 's avonds rond een uurtje of 9:10. En we gingen dus de nacht doorrijden, want mijn vader vindt dat heel erg fijn om 's nachts te rijden. Mijn vader rijdt als enige. En ik zat meestal naast hem om mee te kijken of mijn moeder. Maar in principe rijdt mijn vader dan gewoon de nacht door. En dan zouden we 's ochtends rond 8, 9 uur thuis zijn. Nou, we waren aan het rijden en de auto-indeling was als volgt. Ik zal het even uitleggen, misschien wat makkelijker voor het verhaal straks. Mijn vader zat dus aan het stuur, die zat hier. Dan had je de tweede zitting, want voorin had je 3 zittingen. Daar zat niemand. En helemaal rechts zat mijn moeder. Nou, achter mijn moeder zat ik. In het midden zat Roos. En achter mijn vader, dus helemaal links, zat Milou in de auto. Het was op een gegeven moment net iets voor 12 uur. En eigenlijk waren we allemaal een beetje ons ding aan het doen. Ik was Netflix aan het kijken. Roos lag te slapen. Die was net rond 11:45 zo wakker geworden. En Milou lag ook te slapen. En Milou lag eigenlijk de hele tijd te slapen. Nu was het wel zo, Milou lag te slapen met haar hoofd tegen het raam aan. En nu denk je misschien van, oh dat boeit niet. Maar straks in het verhaal is dit best wel even belangrijk. Dus vandaar dat ik dat even vertel, ze lag gewoon zo met haar hoofd tegen het raam aan te slapen. Nu was het zo, wij reden eigenlijk gewoon prima. No stress, heet op de linkerbaan. We hadden wel gewoon lekker tempotje erin, weet je. Het ging wel prima. Het was nacht, dus het was best wel, het was eigenlijk nog wel echt druk. Ik wou zeggen, het was niet druk, maar het was wel echt nog druk op de weg voor dat tijdstip, zeg maar. Er waren best wel veel auto's om ons heen. Toen op een gegeven moment was het zo dat we aan de linkerbaan reden en dat rechts van ons een Mini Cooper auto ons eigenlijk, ja, niet wilde snijden, maar die kwam gewoon naast ons rijden. Dat was een Nederlander. En die Nederlander had een lamp kapot, een voorlamp. Dus mijn vader seinde hem met toeteren en zo van, yo, je lamp is kapot. Nou, helemaal prima, die man had het door. Dus die Nederlander die ging achter ons rijden, zodat hij wat meer dekking had, zeg maar. Omdat wij natuurlijk met een grote bus waren. En wij wisten dat hij lamp kapot was, dus dan zou hij minder snel ongelukken krijgen. Dat is gewoon wat veiliger. Toen op een gegeven moment reden wij dus linkerbaan en achter ons reed dus die Mini Cooper. En toen vanuit de verte kwam echt iemand super hard aanrijden met, ik denk wel, een bloedgang van 200 km per uur. En diegene was heet het grote licht aan het doen. En als je op een snelweg rijdt in het donker en je ziet heel veel flitsen achter elkaar, dan denk je, oh, ik ben geflitst, weet je wel, ik ben te hard gereden. En ja, ik krijg gewoon een boete. Dus mijn vader schrok, maar mijn vader dacht, oh, dat is een flitspaal. En achteraf hoorden wij ook dat die Nederlander achter ons dat ook dacht dat het een flitspaal was. Dus die schrokken, die raakten afgeleid. Maar goed, weet je, dat was zo. Je rijdt gewoon verder en je probeert zo veilig mogelijk te rijden. Toen op een gegeven moment was die Mini Cooper naast ons gaan rijden. Dus die reed niet op de rechterbaan. Er waren 3 rijstroken. Je hebt hier de rechterbaan, hier de middelste baan en hier de linkerbaan. En wij reden op de linkerbaan.
En die Mini Cooper, dus die Nederlander, die was een beetje achter ons gaan rijden, zeg maar, op die middelste baan. Of achter ons, naast ons, een beetje daar ergens, weet ik niet precies. Maar die was in ieder geval op de middelste baan gaan rijden. Nu was het zo dat dus die auto die echt met 200 km per uur snelheid aankwam rijden, ons in wilde halen. Alleen, dat kon niet, want wij reden linkerbaan en wij zouden dan naar rechts moeten. Maar rechts was geen plek, omdat het best wel druk op de weg was en eigenlijk overal auto's reden. Met zo'n bus kan je niet snel even ergens zo tussenglip zoals bijvoorbeeld die Mini Cooper kon. Dus mijn vader bleef gewoon rustig rijden, want ja, dat kan gewoon gebeuren, kan niemand wat aan doen. Meestal wacht diegene achter jou dan gewoon even, die gaat wat langzamer rijden en die wacht dan tot jij netjes naar rechts kan en dan kan hij er gewoon prima met de snelheid die hij wil er langs. Nou, blijkbaar vond die Fransman dat te lang duren, want dan ging de hele tijd met zijn licht zo seinen en als je als autobestuurder rijdt, ik rijd zelf ook niet, maar dat heb ik wel gewoon gemerkt als ik vaak naast mijn vader zit en gewoon een beetje een soort van meerijd, dus echt meekijk met wat er gebeurt op de weg. Dan merk je wel gewoon dat mensen groot licht gaan doen en zo. Dat het een beetje op de treiter is. Dat het een beetje is van, ja, hallo, doe er nou eens op. Weet je wel, ga nou eens aan de kant. Dus dat hadden we wel door, weet je wel. Dat die Fransman een beetje, hij was gewoon heel erg aan het pushen. Terwijl wij er ook niks aan konden doen. Want wij konden niet naar rechts. En op een gegeven moment bleef die Franse auto, die bleef met zijn knipperlichten zo doen. Met zijn groot licht bedoel ik. En hij ging heel kort achter ons rijden. En dat is super vervelend en ook echt gevaarlijk. Want op het moment dat wij op de rem zouden moeten, omdat bijvoorbeeld voor ons iets gebeurt, zou hij nooit genoeg remtijd hebben. Zou hij vol op ons knallen. En dan knallen er allemaal auto's op elkaar. Dus dat is gewoon, als je zoiets doet, dan veroorzaak je gewoon heel snel een ongeluk. En dat is gewoon gevaarlijk. En het is heel irritant voor degene die aan het rijden is. Dus op een gegeven moment probeerde mijn vader gewoon die Fransman even te laten weten van, yo, ik weet niet waar je mee bezig bent, maar je moet echt kappen nu. Want het was echt al een kwartier lang gaan dat hij gewoon zo aan het doen was. Dus mijn vader die verlaagt gewoon iets zijn snelheid van, yo, je weet dat dit gevaarlijk is, dat je zo kort achter me rijdt. Dus neem afstand. Nou, dat had mijn vader gedaan. Toen reden wij nog steeds links, want we konden nog steeds niet naar rechts. En die Fransman die gaat via rechts bij ons langs, terwijl dat echt helemaal niet mag. En geen idee hoe hij er wel tussen kwam, maar hij had best wel een kleine auto, dus waarschijnlijk is dat het geweest. Dus hij ging rechts bij ons langs, terwijl je eigenlijk altijd via links moet inhalen, maar hij was dus helemaal, ik weet niet, niet helemaal lekker of zo. Dus hij ging rechts ons inhalen en toen sneed hij ons zo vol, echt vol langs onze auto. En het was echt een paar centimeter of zo voordat hij tegen onze auto aanknalde. Maar mijn vader had gelukkig door, dus mijn vader anticipeerde daarop en daardoor ging het goed. Toen reed hij dus voor ons en we hadden echt zoiets van, ja, wat moet je nou, weet je wel. En toen uiteindelijk konden wij dus gelukkig naar rechts, omdat die man best wel een scène had lopen schop van, jongens, ga eens aan de kant, want hij wou ons te snijden. Toen gingen wij rechts rijden. En toen was er eigenlijk een hele tijd niks aan de hand, want die Fransman ging een beetje langzaam rijden. En wij gingen even wel wat, we gingen gewoon wat harder. En het was niet dat we mega hard gingen, maar we gingen gewoon even een tempootje, omdat we die man kwijt wouden raken, want het was echt een rare man. Toen op een gegeven moment reden wij dus op de middelste baan. En die Nederlander reed nog steeds achter ons. En die Fransman was inmiddels echt al wel een stuk verder naar achter. En geen idee hoe dat zo snel uit elkaar was gegaan, maar het was in ieder geval gebeurd. Toen ineens, Milou was echt net wakker geworden, want iedereen was natuurlijk een beetje paniek in onze auto, omdat die auto ons de hele tijd liep te snijden, weet ik veel wat. Dus mijn ouders waren ook aan het discussiëren van, yo, wat is dit nou weer, weet je wel. En doordat mijn ouders aan het praten waren, werd Milou natuurlijk wakker. Dus Milou was wakker geworden en die haalde gelukkig net haar hoofd van het raam af. En ik denk, nou, 1 minuut later, 2 minuten later, komt die Fransman vol uit de verte super hard aanrijden. En gooit die vol een bierflesje tegen onze auto aan. En wij voelen dus achterin, het was het raam achterin, voelden wij zo, zeg maar achterin waar wij zaten, niet achterin kofferbak, maar nee, achterin, voelden wij zo pas. Dus je hoort allemaal glas knappen. En het was aan de linkerkant van de auto, dus aan Milou haar kant. Want wij reden op de middelste baan, die Fransman komt zo aanrijden en gooit een flesje bier, een bierflesje, een leeg bierflesje, uit zijn raam vol tegen onze auto aan. Dus wij schrokken echt heel erg, want het was gelukkig wel zo in die bus dat er een soort van plastic zat. Dus het was plastic aan de binnenkant en dan met een soort van wel echt glas er tegenaan, maar niet alleen maar glas. Dus wij hoorden zo dat glas. Nou, wij geen idee wat er gebeurde. Was er glas in Milou's oog gevallen? Was dit gebeurd? Was dat gebeurd? We wisten het niet. Dus Milou direct haar ogen afgedekt, dus ik helemaal bij Milou kijken hoe het ging. Mijn ouders die probeerden nog die auto te traceren met kenteken alles, maar dat ging niet. Dus mijn vader zegt, rustig jongens, we gaan zo snel mogelijk naar het eerste tankstation, daar stoppen we en daar checken wat er allemaal aan de hand is. Nu was het zo dat in dat raam, en ik zal straks even wat foto's laten zien, ik zal er nu even hier eentje in beeld en als ik een duidelijke heb, zat er een soort van gat in het raam. En dat was, je hebt zo het raam, en dat was zeg maar rechts onderin.
En als je dat gat zag, daar was dus wel glas heen gevallen. Dat was zo hard, was dat bierflesje daartegen aangekomen, dat dat plastic gewoon daar kapot was gegaan. Alleen, wij wisten dus niet dat dat kwam doordat dat bierflesje er zo tegenaan was geknald. Want wij wisten niet dat er natuurlijk een bierflesje tegenaan was gegooid. Wij dachten in eerste instantie, oké, er is gewoon iemand, een of andere gek hier, die gewoon een pistool, wat mijn moeder dacht eerst dat het een schot was, door het raam heen. Omdat het echt, het leek er precies op. Dus het was echt, iedereen was helemaal in paniek, vooral ik en mijn zusjes en mijn moeder ook wel redelijk. Mijn vader die kon gelukkig heel rustig blijven, dat is echt een heel groot voordeel geweest, want hij moest natuurlijk veilig blijven rijden, ondanks wat er gebeurd was. Hij wist niet wat Milou had, misschien had Milou wel glas in de ogen. Maar alsnog bleef hij super rustig en dat is wel echt iets wat het vooral heel erg gesaved heeft. Maar goed, toen gingen wij dus naar het tankstation. Die was best wel heel snel, gelukkig binnen 2-3 minuten denk ik al. En die Nederlandse jongen van die Mini Cooper, die ging er ook af, gelukkig. Want die ging gewoon even ook mee eraf, zeg maar. Nou, toen stopten we dus. En gelukkig, Milou had wel glas in de arm en zo. Er lag ook wel glas op de grond in de auto. Maar ze had geen glas in haar oog of iets. Dus ze had ook glas op de rug volgens mij. Maar gelukkig niet iets schadelijks. Tuurlijk wat kleine sneetjes, maar niet dat ze glas in haar ogen had of zo. Want dat had echt super gevaarlijk kunnen zijn. Nou, mijn vader direct met duct tape, want hij heeft hele strakke duct tape. Hij alles vastplakken en we hadden echt heel veel geluk dat er dus plastic achter het raam zat. En dus eigenlijk dus gewoon nog wel redelijk goed kon rijden en niet het hele glas zeg maar weg was. Dat je gewoon direct contact had met de buitenlucht. Nee, dat plastic zat er nog tussen en ja, gewoon 10.000 gebroken stukjes glas. Toen ging mijn vader dus al die randen zo tapen en zo kruis links eroverheen doen. Zodat in de hoop er zo min mogelijk glas af zou vallen. Nou, toen spraken wij dus ook die Nederlandse jongen. En die vertelde ons dus dat het een bierflesje was wat tegen onze auto was aangegooid. En hij had gewoon de resten van dat bierflesje op zijn auto liggen. En hij had gewoon allemaal kleine stukjes glas ook op zijn auto liggen. Omdat hij dus achter ons reed. En hij dus vol alles kreeg. En hij ook vol over dat bierflesje heen reed. Nou, daar hebben we toen de hele tijd aan praten eigenlijk. Milou weer een beetje oké. Die moest eigenlijk de hele tijd huilen. Omdat hij zo erg was geschrokken. Want wat ik dus ook eerder vertelde is dat zij dus met haar hoofd tegen het raam sliep. En als zij met haar hoofd tegen het raam had geslapen. En dat flesje was er tegen aangekomen. Dat natuurlijk veel erger kunnen zijn dan ze glas in haar hoofd kunnen krijgen. Omdat ze dan echt rechtstreeks tegenaan was. Dus het was echt een klap. Of ze had iets anders kunnen hebben. Het was dan gewoon echt heel gevaarlijk geweest. En had het echt heel anders kunnen aflopen. En je kon gewoon eigenlijk aan alles merken dat dat bierflesje nooit bedoeld was om op de achterruit te gooien waar wij dus zaten. Maar echt op het raam bij mijn vader. Of op de voorruit. Omdat hij natuurlijk mijn vader wilde belasten, aangezien mijn vader in zijn ogen de boosdoener was. Nu is het natuurlijk sowieso echt een bizarre reden en die man was gewoon een beetje gek of dronken, ik weet het niet. Maar het ding is dus wel, als hij op mijn vaders ruit was gekomen aan de zijkant of op de voorruit, hadden wij gewoon bijna 99% kans een ongeluk gehad. Want op het moment dat er zoveel glas in je gezicht komt, zie je niks meer. Had er iemand blind kunnen zijn, had iemand glas in zijn gezicht kunnen krijgen. En was mijn vader sowieso de controle over het stuur kwijtgeraakt, omdat je verwacht zoiets niet, weet je. Wij dachten, die auto haalt ons in, die gaat ons snijden of zo, weet ik veel. Maar je verwacht niet dat iemand een bierflesje uit het raam gooit tegen jouw raam aan. Maar goed, toen uiteindelijk had mijn vader dus alles vastgetaped en zijn we gewoon teruggereden naar Nederland. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben best veel last gehad nog van het raam. Omdat er allemaal, zaten natuurlijk allemaal stukjes, allemaal schaartjes in. Dus we hoorden de wind er de hele tijd doorheen komen. En als er iets irritant is, is het 10 uur lang zo'n suis door dat raam heen horen. Je werd op een gegeven moment echt gek. Maar goed, weet je, dat was het enige. We konden gelukkig doorrijden. Dat had ik veel erger gekund. Dat we niet meer konden doorrijden. Of dat we gewoon echt helemaal niks meer konden. Dus uiteindelijk is het allemaal nog wel redelijk goed afgelopen. Het enige nadeel is gewoon dat het raam kapot was. En dat we dat moesten laten maken. En dat het niet verzekerd werd. Dus dat het gewoon geld kostte. Uiteindelijk heeft Milou ook niet heel veel last gehad van die wondjes. Ik had zelf ook wat wondjes in mijn hand. Omdat ik op een gegeven moment op Milou haar plek zat. Omdat Milou het echt heel erg eng vond. En toen had ik ook dat ik er proef tegenaan kwam. Of dat er nog een beetje scherfjes lagen. Dat ik daar zo echt van die splinters, weet je wel. Dus ik heb op een gegeven moment ook wel een beetje gehad. Maar niet heel erg gelukkig. Dus dat scheelde. At the end zijn we dus gewoon veilig thuis gekomen. En hebben we alsnog een hele leuke vakantie gehad. Maar dit was denk ik wel echt een van de engste dingen die ik ooit mee heb gemaakt op de weg. Ik heb wel eens gehad dat we ruzie hadden met mensen of iets. Maar nooit zoiets. En het ergste nog, het engste vind ik nog, dat het zoveel enger en erg had kunnen aflopen. En dat die man zijn bedoelingen gewoon zo erg waren. Want hij had gewoon hem het liefst op de voorruit gehad of op de zijruit. Dus wat dat betreft vind ik het nog steeds wel een beetje eng. En ik moet eerlijk toegeven, ik vind 's avonds rijden nu ook echt een stuk minder fijn. En zodra die iemand ook al een beetje loopt te klooien met groot licht of al een beetje raar loopt te doen, dan ben ik al best wel snel bang. Dus dat is wel iets wat me een beetje is bijgebleven daardoor.
Maar ja, dat gaat vast wel weer over. Dit was in ieder geval wel weer de storytime. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Het is wel een beetje langer geworden. Maar goed, nu weten jullie het hele verhaal ook. Ik vond het weer een leuk storytime om op te nemen. Vond je het leuk om te kijken? Doe dan even een duimpje omhoog. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan hier beneden even. En dan wil ik jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!